Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 19 van boek 26 van Ab Urbe Condita. In het voorafgaande hebben we gezien hoe de piepjonge Scipio gekozen is tot opperbevelhebber in Spanje. En Livius maakt nu van de gelegenheid gebruik om iets meer te vertellen over deze Scipio. Deze karakterbeschrijving van Scipio begint met een lange zin. Die begint met het hoofdwerkwoord fuit, hij was. Onderwerp is Scipio. Scipio was enim, namelijk, of want Scipio was. Non tantum sed quoque, niet alleen maar ook, was die mirabilis. Door kwaliteiten, veris hoort daarbij, door echte kwaliteiten. Maar hij was ook compositus, hij was ook bekwaam. In ostentationem earum, in het tonen daarvan. En daarvan, dat is van die kwaliteiten. En dat was die arte door een kunst, door een quadam arte, door een zekere kunst, ab juventa. Dus Livius zegt dat Scipio waarschijnlijk wel wat echte kwaliteiten had, maar dat hij in ieder geval heel goed was in het tonen van die kwaliteiten. Pleraque, dat is het leidend voorwerp van agens, een heel eind verderop. Agens PPA bij Scipio, aan de orde stellend, uitvoerend de meeste dingen aan de orde stellend, apud multitudinem, bij de massa. Ofwel, gezien zijnde, omdat hij ze gezien had per nocturnas species, door nachtelijke verschijningen. Dat nocturnas, dat congrueert dus met species. Dus hij doet een voorstel in de volksvergadering, staat hier, alsof daartoe aangezet door een droom, door nachtelijke verschijningen. Aut, mente monita, dat is een ablativus absolutus, zijn geest gewaarschuwd zijnde, ofwel alsof velut, dat is alsof zijn geest gewaarschuwd was, divinitus is een bijwoord van Gods wegen door de goden. Hij doet dus voorstellen in de volksvergadering nadat hij daarvan gedroomd heeft of nadat hij van God daartoe een opdracht heeft gekregen. Dan nog twee mogelijkheden, sive sive, het zij, hier geeft Livius een verklaring waarom hij dat doet, of twee verklaringen eigenlijk. Het zij, ook, het ben ik vergeten te vertalen, het ipse betekent ook zelf. Het zij, omdat hij ook zelf was van een geest genomen letterlijk door een bepaald bijgeloof, dus ofwel zelf zijnde, zou je kunnen aanvullen, zelf van een geest, van een karakter dat gepakt was, dat gevangen was, bevangen was door een zeker bijgeloof. Dus ofwel, zegt Livius, doet hij dat omdat hij zelf bijgelovig is, ofwel met een doel, ut, opdat zij exequerentur, deponens exequoris uitvoeren, opdat zij uitvoerden, om te bereiken dat zij uitvoerden, de volksvergadering natuurlijk, zijn imperia en consilia, zijn bevelen en zijn adviezen, dat ze die zouden uitvoeren, velut missa, alsof ze waren gezonden, door het lot van een orakel, staat er letterlijk, door een orakelspreuk heb ik vertaald. Dus Livius geeft ook de suggestie dat die Scipio dat opzettelijk doet, alsof die van alles van Gods wegen ingegeven krijgt, om te bereiken dat ze uitvoeren zijn bevelen en zijn adviezen alsof gezonden door het lot van een orakel. En dat sine cunctione hoort nog bij exequerentur, opdat zij zonder aarzeling zouden uitvoeren wat hij maar voorstelde in die volksvergadering. Ad hoc, daarbij, jam in de ab initio, al voortdurend ab initio, vanaf het begin, praeparans, voorbereidend de geesten, daarbij, helemaal vanaf het begin voorbereidend de gemoederen, in de volksvergadering is natuurlijk de bedoeling, of in ieder geval van zijn omgeving. Dan komt eerst een tijdsbepaling, ex quo betekent sinds. Daarbij het werkwoord sumsit, sinds hij aannam de toga virilis, dat is de mannelijke toga. Dat, de Romeinen kregen die toga als ze 17 jaar oud werden en dus juridisch meerderjarig waren. Dus hij bereidt de geesten al voor, staat er tot nu toe, sinds hij de toga virilis heeft aangenomen. Nullo
die prius ulam publicam privatamque rem egit quam. Op geen enkele dag, nullo die, tijdsbepaling komt nu eerst. Prius quam betekent voordat, eerder dan dat hij. Op geen enkele dag doet hij iets eerder dan dat hij iets anders heeft gedaan. Hij doet op geen enkele dag eerder. Voerde hij, egit is van hetzelfde werkwoord als dat agens van net, voerde hij enige publieke of privézaak, voerde hij, verrichtte hij, hij verrichtte dus op geen enkele dag ook maar enige publica, openbare of privézaak, dan dat hij een aantal dingen gedaan had, dan dat hij in Capitolium naar het Capitool ging, gegaan was. Dus hij gaat altijd eerst naar het Capitool en dan gaat hij pas iets zakelijks doen. Wat gaat hij op dat Capitool doen? Ingressusque idem, binnengaande de tempel van Jupiter is natuurlijk de bedoeling. Hij gaat daar de tempel van Jupiter binnen en hij gaat er zitten. Dus hij doet op geen enkele dag eerder enige publieke of privézaak. Dan dat hij naar het Capitool ging, binnengaande de tempel was gaan zitten, ging zitten, en plerunque, meestal, solus, alleen, in secreto, in afzondering, daar tijd doorbracht. Dus hij gaat altijd een tijdje in zijn eentje in de tempel op het Capitool zitten, om de dag voor te bereiden, zo lijkt het. En Livius suggereert dus dat hij dat opzettelijk doet. Dat stond in het begin. Praeparans, hij doet dat omdat hij de geesten, de gemoederen voorbereidt, helemaal vanaf het begin, sinds hij de toga virila sum zit. Gaat hij dus elke dag, voordat hij naar zijn werk gaat, als het ware, gaat hij eerst bidden in de tempel van Jupiter.